Barak Elmoze komt ook uit de lichting van vorig jaar en is met succes doorgeschoven naar dit verrichtingstraject. Vergeleken met vorig jaar heeft hij een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Tarek Elmoze is een ruim voldoende, rastypische hengst met goede aansluitingen in de bouw en een horizontale romprichting. De kruisligging is meer hellend dan gewenst. Het beenwerk toont de nodige hardheid. Tarek Elmoze is een plezierige en zeer goed meewerkende hengst. Zijn positieve instelling en zeer goed bewerkbaarheid vallen positief op. In het werk heeft hij veel balans met een goede lichaamshouding en kan goed schakelen. Als rijpaard valt zijn goed gedragen galop positief op. De ruiters en menners roemen zijn meewerkend karakter. Voor de wagen toont hij veel houding en als tuigpaard valt zijn opwaartse manier van bewegen met een aansprekend front op. In alle disciplines heeft de hengst ruim voldoende techniek in het achterbeen, maar kan daarmee iets sneller en scherper aantreden. Tarek Elmoze is als zoon van Anders 451 een hengst met een relatief laag verantschappercentage. Dit wordt versterkt door het feit dat hij vrij is van de invloedrijke hengsten Feitse 293, Leffe 306, Jasper 366 en Reitse 272. Tarek van Elmoze werd in Denemarken gefokt uit een sterpreferente dochter van Anton 343. In de moederlijn vinden we vervolgens sterpreferente dochters van respectievelijk Heerke 254 en Kobus 248. Fokkers die gebruik willen maken van deze hengst moeten rekening houden met het feit dat hij drager is van het dwerggen. Tarek Elmoze kan instelling, souplesse, lichaamsgebruik, bewerkbaarheid verbeteren en is tevens interessant vanwege zijn laag verwantschap. Hij wordt ingeschreven met de naam Ulbe 506.